everybody and welcome to a new episode of Definitely. If you're not Dutch, please turn on your subtitles. Stel je eens voor, wat doen we hier? Ja, nou, mijn naam is Jan de Laat. Ja. Ik ben, zoals het heet, klinisch fysicus audioloog. Nogal dat is een moeilijk woord. Ja. Maar fysicus betekent natuurkundige. Ja. Dus ik ben van huis uit iemand die natuurkunde gestudeerd heeft. En zoals voor bijna al mijn collega's in Nederland, dat zijn er ruim 100, geldt dat ze allemaal die achtergrond hebben. Oké. Okay. En na de studie natuurkunde, dan kun je als het ware specialiseren, onder andere ook in de geneeskunde. Maar omdat het om het gehoor gaat, geldt er eigenlijk nog veel meer, dat we ook bijvoorbeeld nog iets aan psychologie doen. Mm-hmm. De manier waarop geluiden in het hoofd waargenomen worden. Ja. En ook bijvoorbeeld aan spraak en taal. Want als het bij jonge kinderen een groot probleem is, dan gaat het vaak gepaard met ook een probleem op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling. Ja. Nou, dus daar zijn we allemaal deskundig in. Als je dat dan na je studie natuurkunde nog weer in 4 jaar tijd gespecialiseerd erin bent, dan ben je uiteindelijk klinisch fysicus audioloog. Okay. En dan bemoei je je dus met mensen met gehoorproblemen en kinderen met ook spraak- en taalproblemen. Dus eigenlijk vanaf de geboorte tot aan dat mensen bijna in het graf liggen, want het gehoor is heel je leven belangrijk. Zeker. En zelfs bij kinderen, als ze nog niet geboren zijn, weten we al hoe de gehoorontwikkeling bij een embryo is. Oh, dus zelfs daarvoor weten we al wat meer over de ontwikkeling van het gehoor. Oké, nou ben ik natuurlijk, veel van mijn kijkers zijn jongeren. Ja. En veel van mijn kijkers zijn feestgangers. Ja. Ja, ik wil graag je mening hierover, want niet heel veel mensen dragen nog gehoorbescherming. Nee. Nou, ik kan het eigenlijk al vanuit mijn eigen spreekuur vertellen. Mm-hmm. Ik heb 2 dagen per week een vol spreekuur. Ja. En nou merk ik al de afgelopen jaren dat als het, zeker als het om wat ernstigere gevallen gaat, dat ook jongeren, eigenlijk al vanaf de leeftijd van de jaren 15, 16, 17, toch problemen gaan krijgen met bijvoorbeeld een piep in de oren. Ja. En een piep in de oren van sommige jongeren denken van, nou, het kan me niks schelen. Maar het kan uiteindelijk wel tot een beetje dramatisch effect leiden. Ja. Dat als die piep erger wordt en die gaat niet weg, dat je daar dan heel erg onder gaat lijden. En ik moet helaas zeggen dat dat nog wel eens wat vaker voor gaat komen. Ja. Veel meer dan 10, 15 jaar geleden. Dus ik heb het gevoel dat al dat uitgaan en ook je blootstellen aan heel veel lawaai, en ook met bijvoorbeeld de smartphone of de mobiele telefoon, dat je sommige jongeren met name zich erg veel blootstellen aan harde geluiden. En op den duur is dat echt niet goed voor je oor. Ik wil even wat dieper ingaan op gehoorbeschadiging zelf. Ja. Want wat voor soorten bestaan er? Hoe kan je het oplopen? Nou, er zijn heel veel soorten gehoorbeschadiging. Mm-hmm. Eigenlijk kunnen we dus heel veel andere heel snel de revue laten passeren. Je kunt vanaf de geboorte doof zijn, dat het binnenoor niet goed ontwikkeld is, bijvoorbeeld, het slakkenhuis. Mm-hmm. Je kunt ook door bijvoorbeeld het verkeerde gebruik van geneesmiddelen gehoorbeschadiging oplopen. Er zijn sommige ziektes waarbij gehoorbeschadiging ook een onderdeel vormt, omdat het dan tegelijkertijd verschillende organen van het lichaam aantast. Heeft dan te maken met bijvoorbeeld dat er bepaalde ontwikkelingen, bijvoorbeeld in, ik noem maar iets, de nieren. Omdat de functie van het binnenoor en de functie van de nier ongeveer aan elkaar te vergelijken zijn, heeft een bepaalde ziekte op beide organen dezelfde invloed. Dus dat kan ook nog samen voorkomen. Beetje ingewikkeld. Ja. Maar een andere oorzaak die veel voorkomt is bijvoorbeeld een virusinfectie of een bacteriële infectie. Denk bijvoorbeeld maar aan meningitis, de hersenvliesontsteking. In meer dan 30% van de gevallen waarbij dat optreedt, is er ook een gehoorbeschadiging. Nou, dus dat zijn ook dingen die veel voorkomen. Maar als je mij vraagt, dan is een beschadiging ten gevolge van te veel lawaai eigenlijk nog wel de meeste, de ernstigste. Waarom? Omdat we ook merken dat als mensen wat ouder worden en er is een opeenstapeling van al maar geluid, dat het uiteindelijk ook het gehoor wat kan beschadigen. Dus eigenlijk komt dat toch best wel heel veel voor. Oké. Stel, je hebt beginnende gehoorbeschadiging. Is er dan nog iets wat je kan doen? Of is het eenmaal, Ook weer 2 antwoorden. Mm-hmm. Gelukkig is het zo dat als er een beginnende gehoorbeschadiging is en je hebt kortdurend even een piep in de oren, dan is er een soort van herstelfunctie mogelijk dat dan een dag later het oor die piep niet meer heeft.
En dat je dan kunt zeggen van nou, er is blijkbaar een soort compensatie-effect in het oor, waardoor het gelukkig niet meer optreedt. Alleen, ja. Wat dan wel geldt, is dat een beetje de emmer loopt dan vol. Hè, dus dat elke beschadiging telt een klein beetje op totdat het niet meer weggaat. Ja. Dus je weet nooit van tevoren of die blijft of dat die niet meer aanwezig is. En omdat je het niet weet, kun je maar beter gewoon zeker zijn dat je je minder vaak en minder hard blootstelt. Want je zit dan echt al in de gevarenzone. Ja. Maar eigenlijk is het dus zo dat een roodbeschadiging in het binnenoor betekent dat dan de cellen van het binnenoor een beetje kapot gaan. En als die echt kapot zijn, dan is er geen herstel mogelijk. Ja. Dus eigenlijk die piep die je hoort, dat zijn je cellen die stuk gaan. Of, ja, je zou ook, misschien dat ik het een beetje anders omschrijf. Mm-hmm. Het binnenoor, het slakkenhuis, ja. Daar hebben de meeste mensen wel van gehoord. Dat is dat opgerolde orgaantje waarin ongeveer 6000 binnenoorhaarcellen zitten. En als er geluid het binnenoor bereikt, dan komt er in de vloeistof van het binnenoor een golfje lopen. En die golf die geeft dan weer aanleiding tot het trillen van de cellen, de trilhaarcellen, de haartjes van de cellen. En die haartjes, die beweging daarvan, wordt in de cel zelf omgezet in een elektrisch signaaltje op de gehoorzenuw. Okay. Nou, en wat dan kapot gaat, is dat bijvoorbeeld de haartjes als het ware een beetje kapot gaan. Of dat de cellen niet meer goed functioneren. Maar dat kan vaak ook betekenen dat de cellen nog wel zeg maar een beetje actief kunnen zijn. Maar niet meer zoals het normaal gesproken zou moeten. Ja. Dus dan is de werking van de cel wel aangetast. Ze zijn toch actief. Ze zijn een beetje spontaan actief, een beetje hyperactief. En als er dus toch een activiteit van de cel is en er is geen geluid, dan komt er dus blijkbaar wel een geluid in de hersenen, ja. Want zo wordt het geïnterpreteerd, terwijl er geen geluid aangeboden wordt. En dat is dan vaak, zoals dan een tinnitus, hè, een pieptoon, waargenomen wordt. Dus eigenlijk creëert het oor dan geluiden die er niet zijn om die cellen... Ja, zo zou je het kunnen zeggen, heel kort omschreven, mm-hmm. Dat het oor zelf als het ware een beetje actief is en dus geluiden creëert die er eigenlijk niet zijn. Oké, ja. En wat kunnen mensen doen om gehoorschade te voorkomen op festivals bijvoorbeeld of in het dagelijks leven? Want je hoort toch best wel veel dat mensen ook in bioscopen of op verjaardagen last hebben. Wij prijzen natuurlijk gehoorbescherming aan, ja. Maar wat zou je nog meer kunnen doen? Ja, kijk, ook nog iets over de gehoorbescherming. Het is vaak nog het beste om persoonlijke gehoorbescherming te laten aanmeten, ja. Waarbij je als het ware een hele precies passende gehoorbescherming hebt. Want dat helpt dan best wel veel. En naast die gehoorbescherming, zeker als je naar een festival gaat of naar een concert of iets anders, dat er dan je een paar dingen in de gaten houdt. Je moet je oren ook af en toe rust geven. En dat betekent dus niet alles, maar al de tijd door je oren blootstellen aan heel harde geluiden. Je moet er ook voor zorgen dat je niet te dicht bij de luidsprekerboxen komt, want daar is het geluid bijna altijd veel harder. En er kunnen ook wat ongelukjes gebeuren. Het is heel vaak zo dat ik mensen op het spreekuur krijg en dan zeggen ze, ja, toen is het gebeurd. Ja. En dat is vaak vlak bij de luidsprekerboxen, omdat er bijvoorbeeld een technisch mankement was, waardoor er feedback ontstaat. En zo'n gril, hè, een gril in de luidspreker. En daar kun je dan vaak niet aan ontkomen en toch heb je er dan na afloop heel veel last van. Maar je kunt ook natuurlijk ervoor zorgen dat je in de gaten houdt hoeveel geluid er geproduceerd wordt. Mm-hmm. Tegenwoordig kun je op een app die je kunt downloaden, ervoor zorgen dat je de geluidniveaus, als het ware, meet tijdens een festival. En als het boven de 100 decibel komt, dan zit je een beetje in de risicosfeer. Hè? Maar zodra het dan onder de 100 decibel blijft, dan is het risico minder groot. Ja. Zelf in de gaten houden, dat is prima. En je moet natuurlijk ook ervoor zorgen dat je, als je inderdaad wat langere tijd eraan blootgesteld wordt, dat je dan heel nauwkeurig erop let dat die gehoorbescherming ook goed zit. Want heel veel mensen doen schuimpjes in de oren. Nou, dat is echt wat mij betreft not done. Mm-hmm. Want dan punt 1, die schuimpjes die zijn ook niet efficiënt in de zin van dat ze niet altijd evenveel decibellen tegenhouden, om het zo maar te zeggen. Maar ze kunnen ook vies zijn, waardoor er infectie in het oor optreedt en je er weer een ander probleem op loopt. Ja. Dus over het algemeen zijn de oordoppen die met zo'n klein wichtje als het ware in het oor gedaan kunnen worden, heel goed. En nog beter zijn op maat gemaakte gehoorbeschermingsoorplugjes. Ja, oké. We hebben net een test gedaan van mijn gehoor. Ik ben heel erg nieuwsgierig wat daar is uitgekomen. Ik moet zeggen, ik heb altijd gehoorbescherming in. Niet altijd gedaan toen ik jonger was, maar tegenwoordig wel. Dus ik ben wel benieuwd. Ja. Wat gaan we nu precies testen? Het gehoor. Het gehoor, echt. Ja. Dus de tonen.
Oké. Maar je hebt zelf verder geen klachten van je gehoor? Nee. Maar ik ben heel veel aanwezig op feesten en altijd met muziek. En ik krijg wel gehoorbescherming. Dus ik ben wel nieuwsgierig. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Nou, ik ga zo bij je rechteroor beginnen. Oké. Dus iedere keer als je een toon hoort, dan druk je op de knop. Oké. Five minutes later. Krijg je nu even met een blokje achter het oor. Oké. Dat gaat precies hetzelfde. Het kan zijn dat er af en toe een beetje ruis erbij komt. Okay. Moet je niet op het ruisen letten, maar of je daar doorheen dan de piep nog kunt horen. Okay. Je kunt de piep in allebei je oren horen. Oké. Okay. Ruisen was niet nodig. Nog even andersom. Okay. Punt 1, we hebben beide oren gemeten, ja. Rechts en links. En we zien ook dat het oor rechts en links heel veel op elkaar lijkt. Dus er is geen asymmetrie zoals het heet. Dat betekent ook dat waar de lijnen heel dicht in de buurt van de nul zitten, daar is bijna geen gehoorverlies. Mm-hmm. En als ze iets is verder van de nul afkomen, daar is een klein beetje gehoorverlies. Ja. Gelukkig niet veel, maar wel een klein beetje. Okay. Dus het zou best kunnen zijn dat daar lawaai een rol in gespeeld heeft. Dus dat moeten we in de gaten houden. Want als iemand dat inderdaad heeft, dan ben je over het algemeen net even iets meer gevoelig. Ja. Dus het is goed om, dat is dan misschien nog een extra maatregel, om je oren goed in de gaten te houden. En doe nou eens een test af en toe. Ja, precies. Nou, we hebben nou een test hier gedaan om het heel zorgvuldig en goed te kunnen meten en weten. Maar je kunt ook op internet een gehoortest doen. Dat is de oorcheck. www.oorcheck.nl. En dat is een hele goede test die, als je die test goed doet, je ook voor jezelf weet, nou, mijn oren zijn best nog wel goed genoeg. Ja. Maar zodra die test niet meer als resultaat goed heeft, dan moet je extra in de gaten houden, want dan lopen je oren meer kans op beschadiging dan wanneer de test goed was geweest. Oké. Dus, en als je dan bijvoorbeeld zo'n test hebt gedaan, is het misschien slim om nog een keer een officiële test hier te komen doen of ergens. Ja, want als je de oorcheck doet en de uitslag is wat minder goed, staat er als uitkomst bij, laat dan alsjeblieft nog een keer een zorgvuldige oortest gedaan worden. Op een plek waar dat goed kan, bij de audiciën kan dat heel goed over het algemeen. Mm-hmm. Maar als het inderdaad wat ernstiger is, dan kom je inderdaad bij een audiologisch centrum terecht. Ja. Oké, heel duidelijk. Had je zelf nog iets wat je graag wilde mededelen? Ja. Ik zou haar zeggen van, mijn persoonlijke mening is, ik ben ook muzikus. Ik maak zelf muziek en dat doe ik best wel veel. En dan let ik er ook op dat ik inderdaad mijn oren bescherm als het een beetje aan de harde kant zou zijn. Mm-hmm. Dus dat is ook van belang. Maar wat ik ook vind, en eigenlijk zou ik iedereen dat willen aanbevelen, van als je naar muziek luistert, probeer dan ook de nuances van de muziek te waarderen en daarnaar te luisteren. Want dan, punt 1, kun je dan vaak ook veel beter volgen waar de muzikus het over heeft. En alleen maar van de muziek genieten door als het ware het gevoel in je maag te hebben dat de trillingen als het ware op je lichaam komen. En verder niet meer zo letten op wat er zoveel fantastische nuances in de muziek zitten. Dat is denk ik niet goed voor je oren. En ik zou haar zeggen, geniet van muziek, let op de nuances. En dat betekent ook dat het dan niet keihard moet zijn. Want nuances gaan volledig verloren als het keiharde muziek is. Ja. Heeft dat ook te maken met, als ik dan heel hard zet, dat de boksen klinken? Als ik mijn muziek heel hard zet, dan klinken mijn boksen ook helemaal niet meer goed.
Ja, kijk, de techniek staat tegenwoordig voor niks. Ja. Vroeger hadden we de zogenaamde Walkman, met een Discman. Dat was een apparaatje wat ook heel goed muziek kon weergeven en op je oren kon laten horen. Alleen, de techniek was toen niet zo ver gevorderd dat het allemaal even mooi klonk. Het ging nog snel vervormen. Mm-hmm. Nou, die techniek is heel erg verbeterd. Als je nu een mobieltje hebt en je hebt oortjes, dan zou zelfs zo'n mobieltje en die oortjes tot boven de 110 decibel onvervormd kunnen weergeven, omdat de techniek gewoon verbeterd is. Ja. Nou, hetzelfde geldt een beetje voor de techniek in allerlei zalen, dus ook in de Ziggo Dome en ook in allerlei concertzalen. Dat betekent dat hele grote luidsprekerboxen, als ze heel goed zijn, de muziek onvervormd kunnen doorgeven. Maar dat is nog niet overal het geval. Nee. En als de muziek dus heel hard weergegeven wordt, dan is er snel sprake van vervorming als de luidsprekerboxen niet van hele goede kwaliteit zijn. Ja. Dat ook, denk ik wel, zal verbeteren in de komende tijd. Maar met het gevaar dat je dan wat sneller het geluid veel harder zult zetten omdat het minder vervormt. Ja. En veel harder betekent ook weer eerder kans op gehoorschade. Ja. Dus blijf genieten van muziek. Zorg ervoor dat je de nuances kunt horen, maar dat betekent bijna altijd niet te hard en ook niet te lang achter elkaar. Nee. Oké, heel duidelijk. Dankjewel. Goed zo. Hey jongens, ik was compleet vergeten om een goed outro te doen voor deze video. So, here I am. Ik vond het super interessant om dit allemaal te leren en ook om mijn eigen oren te testen. Het blijkt dus, ik heb wel al beginnende gehoorschade van vroeger toen ik nog feestte zonder oordoppen. Waarschijnlijk, ik bedoel, het is natuurlijk uit zo'n test komt niet helemaal waar het van is, maar... ik heb dus wel wat gehoorschade al. Anyway, er komt nog één aflevering aan van Definitely. Daar ga ik met verschillende feestgangers zitten. Vrienden van mij die gehoorschade op hebben gelopen door het luisteren van muziek. Eentje heeft een ongeluk gehad. En ook een van mijn vrienden die artiest is. Die ga ik allemaal spreken. Daar gaan we het nog over hebben. Zij gaan hun verhaal delen in de volgende aflevering. Dus abonneer als je het leuk vindt. Als je het wil zien. En abonneer natuurlijk voor festivalvlogs, artiesteninterviews en veel meer. En ik zie jullie de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei!